Het organiseren van de vrije en geheime verkiezingen moet binnenkort van start gaan. Minister Brontosum Mahardjo van Binnenlandse Zaken zei gisteren aan journalisten dat vanwege de nieuwe kiesregeling enkele technische zaken zullen veranderen rond de stembusgang. Technische zaken zoals de melkbussen worden nu vervangen door transparante plastic bussen. Ze worden niet meer dichtgedaan met sloten, maar met binders. Een hele belangrijke onderwerp voor bij de goedkeuring van de wet was de grondslag voor de remuneratie van het Centraal Hoofdstembureau. Belangrijk was ook dat er nu digitaal kan worden aangeleverd de gegevens van de politieke partijen. En vorige week hebben wij 4 commissies geïnstalleerd. Commissie Communicatie, Commissie ICT, Commissie Wetgeving en Financiën. We gaan nu echt beginnen. Somahardjo vindt dat de communicatie nu moet beginnen met belanghebbende actoren, omwille van een goed verloop van de verkiezingen. De media moet ook heel dicht bij het traject betrokken worden. Niet iedereen weet nog dat er een nieuwe kiesregeling is, maar ik ga alle actoren erbij betrekken. We willen een platform maken voor politieke partijen, maar we willen ook de media bij betrekken. Want als u in uw omgeving gaat vragen, weet niet eens de helft dat er een andere kiesregeling is. En dat gaan we samen doen. Daar gaan we mee beginnen. En of er genoeg geld is, ja, nog niet, maar het komt wel. Want de verkiezingen gaan worden georganiseerd. Ik hoop alleen maar niet dat de kiesregeling nog een keer gewijzigd moet worden. Somahardjo wijst op een aantal zaken die lopen bij het Constitutioneel Hof rond de waarborgsom die politieke partijen moeten betalen om mee te doen aan de verkiezingen. Hij stelt dat het ministerie zich erover zal buigen nog voordat het Hof besluiten zal nemen.